Lees graag voor uit het VVD-verkiezingsprogramma. Eigenlijk. De heer Van Haga. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik lees graag voor uit het VVD-verkiezingsprogramma, omdat het contrast altijd zo groot is tussen wat er beloofd wordt en wat er gerealiseerd wordt. Hè. En met op asiel is dat natuurlijk enorm. Maar hier ook, hè, op pagina 42 van het verkiezingsprogramma van de VVD staat: de energiebelasting in Nederland hoort tot een van de hoogste van Europa, terwijl de rekeningen ook al hoog zijn. Wij willen de belasting op de energierekening verlagen. Staat er letterlijk. Wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk geweest voor deze enorme belastingen op onze energie? Nou, voorzitter, ik gaf ook op een interruptie van de heer De Jongel aan dat juist mede onder VVD-bewind die 6,5 miljard aan belastingverlaging op onder andere energie heeft plaatsgevonden. Dus we hebben dat al laten zien dat we dat doen in ons programma. En ik zou zeggen, neem het vooral tot u, want er staan hele goede ideeën in. Kunt u inspiratie opdoen voor een komende periode? Nou, voorzitter, het VVD-verkiezingsprogramma is inderdaad over het algemeen best aardig. En daarom citeer ik er ook zo graag uit. De realisatie laten wensen over. En dan kan er wel een hele riedel komen over toeslagen en koopkrachtreparaties. Het gaat erom dat er fundamenteel onder bewind van de VVD de belastingen ongelooflijk zijn gestegen. 40% van wat we aan de pomp betalen gaat naar de overheid, is belasting. 60% van onze gasrekening gaat naar de overheid onder leiding van de VVD. 37,5% van je stroomrekening gaat naar de VVD. En de VVD is daar verantwoordelijk voor. En ik vraag me dan af, hoe heeft het zover kunnen komen? En als dit in het verkiezingsprogramma staat, hoe gaat u dan die verlaging betalen die nu voorgesteld wordt? Nou ja, nogmaals, voorzitter, de heer Van Haga begint over de energiebelasting. Dan benoem ik dat de afgelopen periode dat er 6,5 miljard is uitgetrokken voor verlagingen daarvan. Ja, en meneer Van Haga weet ook, ik hoop dat we 76 zetels halen, dan kunnen we al onze plannen verwezenlijken. Maar dat je altijd moet samenwerken. Maar de VVD heeft ook deze periode ingezet op lagere lasten. Denk aan de arbeidskorting wat daar gebeurd is. En goed, zo kan ik een heel pakket opnoemen. Dat hebben we ook met redenen gedaan. Afrondend kort punt. Ja, voorzitter, ik kreeg geen antwoord over hoe het betaald gaat worden. Ik kreeg geen antwoord over wie er verantwoordelijk voor is. En ik kan alleen maar concluderen dat de belastingen in Nederland op energie, op stroom, op gas, op benzine hoger zijn dan waar dan ook. En dat komt door de VVD. En de VVD is nu verworden tot een soort toeslagenpartij. En ik vind het ontzettend jammer, ongeacht alle mooie beloftes in het verkiezingsprogramma.